Hoe kunnen mensen aan je zien dat je christen bent? In de Bijbel staat de volgende uitspraak van Johannes. Vrienden, we moeten anderen laten merken dat we van hen houden. Niet door mooie woorden, maar door daden die Gods waarheid laten zien. Je hoeft je vrienden dus niet te overladen met Bijbelteksten of er constant met ze over in gesprek te gaan om te laten zien dat je christen bent. Mooie woorden zijn fijn en natuurlijk is een goed gesprek op zijn tijd helemaal niet slecht. Communicatie is tenslotte de sleutel voor een goede relatie. Maar je kunt meer doen. Jezus' liefde voor de mensen werd zichtbaar door de daden die hij deed. Jij kan die liefde van Jezus doorgeven aan de mensen door de daden die je doet. Wees dus behulpzaam. Als je vrienden je nodig hebben, dan stuur je niet alleen een appje met succes, maar steek je ook daadwerkelijk de handen uit de mouwen. Investeer tijd en energie in ze. Je leest nergens in de Bijbel dat Jezus zich uit een situatie kletst. Hij bleef altijd eerlijk en nederig. Dus gaat er een keer iets mis, klets je er dan niet uit. Zoek je vriend of vriendin op en geef toe dat je hartstikke fout zat. Je zegt dat het je spijt en vraagt of hij of zij je wil vergeven. Dit valt onder nederigheid. Durf jij de eerste stap te zetten door de minste te zijn, ook als het niet alleen jouw schuld was? Jezus leerde de mensen om op een goede manier met elkaar om te gaan. Dus wat doe jij wanneer je sappige roddels hebt gehoord over die ene jongen op school? Of over dat meisje die altijd zo onaardig tegen je doet? Roddel je dan mee? Of ga je het lekker doorrollen? Het is niet altijd makkelijk, maar kies ervoor om het niet te doen. In Galaten 6, vers 10 roept Paulus de mensen op om totdat Jezus terugkomt, alle mensen goed te behandelen. Goed zijn voor iedereen, dat is een uitdaging. En eerlijk gezegd vind ik het ook nog wel eens lastig. Maar laten we beginnen bij onze vrienden. Het hoeft niet direct helemaal goed te gaan. Iedere keer weer mag je de Heilige Geest vragen om je alert te maken en te helpen. Succes! En heb je nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.